Dag Moestijn, vrienden. We zijn de laatste dag van maart en er zijn een aantal deadlines voor mezelf. Ik ga bijvoorbeeld vandaag nog tomaten zaaien. Ik ga nog bloemen zaaien en die ga ik nog in mijn propagator zetten, hopelijk om binnenkort te kiemen. Ik ga dan nog een zaaibeurt doen binnen 2 weken of misschien eind volgende week. En dat zullen dan meloenen zijn, komkommers, aubergines, pompoenen. En dan denk ik dat het grootste deel... Ik ga ook nog kruiden proberen te zaaien, eenjarige kruiden. En dan denk ik dat het grootste deel van de zaaibeurten erop zit. Maar ik ga nu bloemen zaaien. Ik heb daar nog niet zo heel veel aandacht aan besteed in op mijn YouTube-kanaal. Maar ik wil het er toch wel eens gaan belichten. Dit zijn goudsbloemen, Bals Orange. Dit is Suzanne met de mooie ogen. Ik heb het nog nooit gekweekt. Nog niet zo heel veel gezien, maar het zien er hele mooie bloemetjes uit met een toffe naam. Afrikaantjes, lage Afrikaantjes, dat ken je allemaal. De Zinnia, supermooie bloem. Gazania heb ik ooit gekweekt in 2016-17 geloof ik. Waren supermooie bloemen. En uiteraard ga ik ook de reuze zonnebloemen proberen te zaaien. Ik ga dat alles zaaien in een tray met 77 gaten. Daar ga ik straks ook nog enkele tomaten bij doen. Wat heb ik nog nodig? Ik heb een Deense bak als onderstel. Dat is altijd heel makkelijk om water in te geven. En om te vervoeren. Want die gaan straks mee naar huis. Ik heb zaai- en stekgrond. Dat is zaai- en stekgrond met kokos, perliet en gewone zaai- en stekgrond van Humuforte. Zo, daarin gaan we straks zaaien. Ik heb een plantenspuit uiteraard. Ik heb een bakje voor mijn zaden in te doen. Een prikker om haartjes te maken. Ik gebruik ook soms een potlood. Nu heb ik ergens een plantstaafje genomen van een plant. Ik heb een stift om te noteren op deze steeketiketten wat ik gezaaid heb. Probeer dat zeker niet te vergeten, want het kan nogal vervelend zijn als je potjes door elkaar beginnen te raken. Ik heb ook nog een gieter met water en die staat daar. En ik ga van start. Ik ga starten met mijn tray te vullen met zaai- en stekgrond en perlietkorrels. Die gaan we altijd centraal gaan aanbrengen. In een grote berg. Ga ik even op de grond zetten. En dan gaan we verdelen naar de buitenkanten. Deze zaai- en stekgrond is een beetje droog. Dus ik ga die straks, voor ik zaai, overvloedig met water gaan begieten. Zodanig dat het allemaal mooi nat blijft. Zo, aan de zijkanten zijn nog een aantal haatjes zonder zaai- en stekgrond. Ik denk dat we nu wel genoeg zullen hebben. Zo, de tray is gevuld en het is altijd nuttig om eens met een andere tray de grond aan te duwen. Zo ben je zeker dat er geen luchtzakken in zitten. Dit ziet er perfect uit. Dit is een harde tray met 77 gaten. Die zijn zeer gewild en zeer moeilijk te krijgen momenteel. In Europa heerst er een schaarste aan tuinbouwplastic. En dus ook deze trays. Maar ze zijn besteld. We hopen dat we ze heel snel weer in huis hebben. De zachte variant, de zachte trays met 74 gaten of 73 geloof ik, 73 zijn wel nog beschikbaar. Dit volledig terzijde. Ik ga de tray goed inwateren om straks in te zaaien. Zo, en in mum van tijd is het water erdoor gesijpeld. Je kunt ook nooit te veel water geven, want kijk, er zitten haartjes onderaan de tray. En daar zie je het overtollige water uitkomen. Dus dat kan helemaal niet meer fout gaan. We gaan de tray nemen en inzaaien. Zo, moestuinvrienden, ik ga beginnen met de goudsbloem Bals Orange, oranje goudsbloem. De zaden zijn precies haakjes. Zo, het is een plant die vrij makkelijk uitzwermt in de moestuin, maar ze wiet ook heel gemakkelijk. En ze kan ook heel nuttig zijn in je moestuin. Als er ergens een stukje met houtsbloem ontstaat, dan is het ook niet zo echt een probleem. Het trekt heel vroeg op het jaar nuttige insecten aan. En de geur van de houtsbloem gaat ook heel veel, net als bij Afrikaantjes, gaat ook heel veel schadelijke insecten gaan afleiden van je planten. Dus ik ga
ik ga 2 haartjes maken voor deze plant. Of ik ga 1 gat maken in het midden. En 2 zaadjes planten. Ik ga hier 7 haartjes zaaien. Zo. Ik zeg 2 zaadjes per zaaigat. Als het er 3 of 4 zijn, is het ook geen probleem. Zo. Ik kreeg een beetje commentaar op de luide muziek die ik afspeel tijdens de momenten waarop ik dingen doe, waarop ik niks te zeggen heb. Dus ik kan 2 dingen doen. Ik kan een aantal dingen doen. Ofwel ga ik minder muziekjes gaan maken. Of ga ik die minder luid zetten. Ofwel ga ik de tijd gewoon volbabbelen. Nu, ik denk dat het een combinatie van de 3 zal zijn. Ik begrijp dat mensen soms gevoelig zijn aan het muziekgeluid. Dus ik ga rustigere muziek nemen. Ik ga minder luid zetten. En ik ga hem ook minder gaan gebruiken. En dan denk ik dat iedereen tevreden is. En terwijl ik de uitleg gaf over de muziek, heb ik al een rijtje houtsbloem gezaaid. Zo snel gaat dat. Ik ga een steeketiketje nemen. Ik ga daar netjes op noteren wat ik gezaaid heb. Zo. Sommige mensen vinden het belangrijk om de variëteit erbij te zetten. Ik vind dat niet zo belangrijk. Ik zet gewoon houtsbloem. En ik zet hem op het einde van de rij. En hopelijk zien we hier tegen volgende week jonge houtsbloem bloemetjes piepen. Zo, ik ga nog verder met de rest van de bloemen te zaaien en kom er straks bij jullie terug. Zo, mijn vrienden, jullie hebben een beetje de zaadjes kunnen zien. Je ziet dat ze heel grillig zijn en verschillend van vorm. Maar op zich ga je ze allemaal op dezelfde manier gaan zaaien. Ik heb Zinnia Afrikaantje, Suzanne met de mooie ogen, houtsbloem en Gazania gewoon in de trays gedaan. Maar de zonnebloemen, de Giganteus, die ga ik hier in deze P7 potjes gaan voorzaaien. Die gaan iets meer ruimte nodig hebben. Het zijn ook grotere zaden. En die gaan niet in de propagator. Die blijven in de serre totdat ze gekiemd zijn. Zo, ik ga een haatje centraal maken. Niet te diep, want hier komt ook nog wat dekgrond op. Je ziet dat de potjes niet helemaal vol zijn. En ik ga één plantje zaaien. Het zijn grote zaden, dus ik ga ze op hun zijkant plaatsen. Niet dat het zoveel rol speelt. Zo, 5 reuze zonnebloemen. Je kunt er ongeveer een 2 à 3 per vierkante meter gaan uitplanten. Dus ik denk dat dit wel ruim voldoende zal zijn voor de plaats die ik ervoor vrijmaak. De andere bloemen trouwens, die ga ik her en daar in de moestuin verspreiden. Ik ga niet echt een bloemenbed hebben. Maar ik hoop dat er hier en daar tussen de andere gewassen mooie bloemetjes aanwezig zijn. Die wat met hun kleuren de aandacht van de schadelijke insecten afleiden. Maar goed, volgende keer zie ik je terug als mijn bloemetjes gekiemd zijn. En als we ze gaan verspenen en in dit geval gaan uitplanten. Tot de volgende keer. Bye.